Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hierop is Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, serverproblemen op Meerdam. Ik zou het via mijn computer, zou ik dus een server gaan streamen, zeg maar. Zodat je via mijn computer kan spelen op mijn server Meerdam. Nou, het hele weekend bezig geweest. Niet voor elkaar gekregen. We zijn het zat. Joost een heleboel keren geprobeerd om in te loggen. En dan moet je dus port forwarding moet je doen. Nou, instellingen geprobeerd, alles geprobeerd. Echt, we hebben van alles hebben we uitgeprobeerd. Het lukt niet. Het lukt echt totaal niet. En vrijdag waren we het zo vreselijk zat dat het niet lukte. Dat we ermee gestopt zijn. En toen zei Joost van, nou ja, als het dan echt helemaal niet meer gaat en het lukt niet. En het zat gewoon constant zat het tegen. Het lukte gewoon niet. Ja, wat moeten we dan? Ja, dan gaan we maar weer een server kopen. Dus we hebben een server weer gekocht, jongens. We kunnen weer een jaartje lekker op Meerdam spelen. De server is eigenlijk van Joost, is het. Maar ik doe eigenlijk alle dingen doe ik in GTA veranderen. Joost die weet nog niet hoe het werkt om een server te runnen. Wat je allemaal moet doen. Waar je de bestanden neer moet zetten. En hoe je dat allemaal regelt en zo. Dat weet je allemaal niet. Ik weet het wel. Ik heb natuurlijk de vorige server heb ik ook gedaan. Ik heb op mijn computer heb ik nou een server gehad. Ja, er kon alleen niemand inkomen. Maar ik wist wel hoe je dat moest editen en zo. Hoe je dat moest veranderen en zo. Dus Joost betaalt hem. En ik edit hem. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal eigenlijk achter Meerdam. Dus we hebben weer een server, jongens. Er staat nog niet veel op. Ik heb nog een paar auto's heb ik veranderd. Ik moet natuurlijk weer helemaal vanaf nul beginnen. Dus we zijn druk bezig achter de schermen met Meerdam. En ik hoop dat het allemaal snel goed komt. Een heleboel ellende gehad en zo. Met opstarten was nogal vreselijke problemen. Toen had ik met PHP weer een probleem. Ja, het is gelukkig een beetje goed gekomen nu. Hij draait nu in ieder geval wel. Je kan erop spelen, meer dan. Maar ik moet nog een heleboel dingen eraan veranderen. En blijft dat eigenlijk zolang je een server hebt. Een server is nooit klaar. Je kan altijd, kan je wel weer wat veranderen. Altijd is er wel iets dat je zegt van nou, dan ga ik dat weer eens even veranderen. Ga ik dat veranderen. Ja, logo en banner doet het nou ineens ook niet. Ben ik ook al een hele tijd mee bezig geweest. Krijg ik niet voor elkaar. Dus we zijn in ieder geval druk bezig achter de schermen om Meerdam weer goed te krijgen. Dat wou ik even vertellen voor vandaag. Ik zou zeggen jongens, de groetjes van deze kant. Abonneren voor meer, druk op belletje. En dan worden jullie op de hoogte gehouden. En tot de volgende vlog. En wat de volgende vlog zal zijn, ja, ik weet het al. En dan ga ik lekker pas de volgende vlog vertellen. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Hoi!